We gaan weer een 1-2'tje doen met Yves. Dat ben ik zelf trouwens. Ik hoorde, Erik, dat Jaap van Dissel... Als het waar is, alle disclaimers die ik er nu bij zet... Ja, maar als het niet klopt, dan valt de regering. Maar één bron is niet echt een bron. Dus we hebben zitten wikken en wegen, luisteraar. Of we het wel of niet in de groep gooien. Het is weer vrijdag. En vandaag is het vrijdag de 13e. Het moment om weer te bellen met Erik de Vlieger, live vanuit Portugal, voor de wekelijkse podcastshow DigX. Het 1-2'tje met Yves. En dat ben ik nog steeds zelf. We hebben deze week een nogal spannend gerucht. We gaan dat bespreken. We hebben daar heel lang over na moeten denken of we het willen bespreken. Maar we gaan het bespreken. Categorie riemen vast in het kwadraat. Maar wel met de nodige disclaimers. Ik ga het nog niet verklappen. Ik zou zeggen, blijf lekker luisteren naar onze podcast. En daarnaast alles wat deze week ons weer heeft geboeid. Ik ga bellen met Erik de Vlieger. Muito bom dia, senhor Gairat. Muito bom dia, senhor de Vlieger. Você está de bom humor? Sim, mais ou menos. Mais ou menos? Okay. Min of meer. Of je dus in een goed humeur bent. Ja, vorige week was je vlijmscherp. Ik was erg in vorm. Ik was ook een beetje dominant in de podcast. Ik heb veel reacties gehad. Ja. Vooral over dat stemmen per post. En het is weer een week verder. Het gaat zo snel, Yves. Het is ongelooflijk. Ja, echt. Maar het is een beetje chaotisch in de wereld. Hè? Ja. Wat ik wel heel leuk vond, is dat de economie het derde kwartaal met 7,7% in Nederland is gegroeid. Ja, ik heb toch wel een verrassing. Ik heb het gelezen. Denk je? Hoe meten ze dat? Ik denk dat er in het tweede kwartaal heel veel uitgesteld is om te kopen. En dat het derde kwartaal, dat het een beetje tussen die eerste en die tweede golf in... dat mensen gedacht hebben, kom, weet je. Maar ik blijf handhaven, Yves. En dat wil ik de luisteraars echt duidelijk maken. Ik heb voorspeld 2 weken geleden dat tussen ongeveer 21 december en 6 januari... de 27 Europese landen, inclusief Engeland, by the way, is 28 nog steeds... want de Brexit is nog niet een feit, dat we dan ongeveer op een totale lockdown gaan. Hard, misschien wel met het leger erin. Dat je alleen nog maar naar de supermarkt mag tot 6 januari. Maar dat het een Europese beslissing wordt. En er komen al artikelen waarin de Europese Unie al dit soort geluiden maakt. Ja, dus klopt. We gaan echt, iedereen moet er rekening mee houden. Het vliegverkeer wordt platgelegd. Het straatverkeer wordt platgelegd. Even in Portugal, daar hebben ze 121 gemeentes. Die gaan op lockdown. Dat houdt in dat je er niet in mag en zij mogen er niet uit. En dat is heel raar, want in de Algarve, ik lig naast Portimão en ik lig naast Albufeira. En die beide gemeentes zijn in een lockdown, dus ik mag niet... en dan mogen mensen na 1 uur 's middags mogen ze niet meer de deur uit. Hmm. Dat vind ik toch wat. 1 uur 's middags in het weekend trouwens. In het weekend. Dat vind ik nogal wat. Ja. Ik heb natuurlijk een ontheffing. Hmm. Maar het is toch raar. Het is toch raar. Dus die gaat eraan komen. Oké. We houden hem vast. Hey, Erik, we hebben vandaag ook wel een heel spannend gerucht. Dat gaan we straks bespreken. Groot gerucht. Mogelijke atoombom, durf ik te zeggen. Ja. Maar daar gaan we het straks over hebben. Dus luisteraars, we zeggen wel eens riemen vast. Maar dit is zeg maar de buitencategorie van riemen vast. Ga in de noodcabine. Ja, ga in de noodcabine. Hey, heel even, daarover viel je mij mee vorige week, moet je zeggen. Over het stemmen per post. Daar heb ik ook een aantal reacties over gehad van de luisteraars. Dat ik daar wat dieper op in had moeten gaan. Nou, daar ben ik het achteraf gezien wel mee eens. Kan je dat nog een keer even uitleggen, wat je daarmee bedoelde? Goh, kijk. Laat ik eens bij een emotioneel gevoel van stemmen beginnen. Kijk, als het regent, dan zijn de verhoudingen meer rechts van het midden dan links van het midden. Omdat linkse mensen minder snel gaan stemmen. Ja? Dan met slecht weer. Dat is een soort feit. Als je dus mensen het makkelijker maakt om te stemmen, dan heb je waarschijnlijk kans dat de linkse medemens een overhand, niet een overhand gaat krijgen, maar meer dan de rechtse gaan stemmen. Nou, als je mensen, als je zoals Ollongren gezegd heeft in de krant, we moeten gewoon per post kunnen stemmen, dan krijg je dat
een partij zoals DENK en de NIDA, die willen zich ook met landelijke verkiezingen bemoeien. NIDA is nu nog een soort islamitische partij in Rotterdam. En dat mogen ze zijn, niks mis mee. Er zitten trouwens best een paar aardige mensen bij. En die gaan dan, omdat de moslimvrouwen stemmen volgens mij amper, ja, die gaan dan deur na deur, langs deur, lang deur. En die halen 1 miljoen stemmen op, minimaal. Om mensen die bij post moeten stemmen, gaan ze. Gaat, en God, in de moskee wordt dat verteld door de imam. En zet, pakt u uw briefje uit de brievenbus, stemt u. Nou, dan heb je dus kans dat zo'n soort partij, of een opvolgende partij voor 10 jaar, 5 jaar of 20 jaar, dat weet ik dus niet. Of de grootste in het splinterpartijenlandschap van Nederland, of de grootste of de tweede wordt, maar in ieder geval in de macht komt. Nou, dan kan je natuurlijk wel zeggen, Erikje, dit is democratie. Ja. Dit is democratie. Maar ja, aan de andere kant, ja, als je dus die Azarkan ziet in de Tweede Kamer, met die ruzie met die mevrouw van Torenburg, die geveinsde emotie van die dame, is het wel zo dat hij zegt, jongens, ik ben er niet op tegen wanneer er een wetsvoorstel komt dat we de profeet, als indien we de profeet beledigen, dat het strafbaar wordt. Hmm. Ja? En dat zegt hij. Dus dan heb je kans, of in een coalitiebespreking, of misschien in 2045, dat soort partijen de meerderheid hebben in Nederland. Maar dan moet je wegwezen. Want dan kun je net zo goed in Egypte gaan wonen. Of in Algerije. Dus het gevaar is dat dan een zo'n soort partij met de macht mee gaat doen. Maar ja, democratie is democratie. Ja, maar, ja, wat je eigenlijk zegt is, het is de vrijheid, het is de democratie. Wat je ook zegt, volgens mij, de beste marketeer die goed is, zeg maar, in de door-to-door marketing, zeg maar. Mensen die het nieuws niet volgen, die het nieuws alleen maar krijgen via andere kanalen of via religieuze, instellingen. Dat wordt zo'n factor van belang dat daarmee zeg maar de hele verhouding in de politiek op de schop gaan. Ja. Omdat zeg maar het persoonlijke contact belangrijker is. Yves, ja. Als Erdogan op de Turkse televisie, op de Turkse schotels in Nederland gaat zeggen, ja, lieve Turkse Nederlanders, jullie moeten op die partij stemmen, dan doet 90% dat. Hmm. Dat weet je net zo goed als ik. Hoe gevaarlijk is Erdogan eigenlijk, vind jij? Is hij gevaarlijk? Ja, maar het is ook wel een kwestie van tijd. Weet je, op alle leiders zit een sleet. Ja? En er komt altijd een reactie daarna. Hmm. Hij is heel conservatief en er komt weer een progressieve reactie. Dat heb je altijd. Ik vind het een randebiel. Ik vind het een randebiel. Ja, nee, ik ben al geblokt door de minister van Buitenlandse Zaken Turkije op Twitter. Maar kijk, Erdogan die zegt dat wij allemaal naties zijn als het hem iets niet bevalt. Ja. Ik zich ook bemoeien met de adoptie van een lesbisch gezin met een kind. Daar ging hij zich allemaal mee bemoeien. Die Erdogan is natuurlijk een beetje, ja, ze zeggen altijd maar dat hij dat Ottomaanse Rijk in zijn achterhoofd heeft. Ja, dat zal allemaal wel. Maar als ik die man zie staan en ik hoor hem spreken als een hele rare volksmender, ja, er zit er niet zoveel beschaving bij. Het is altijd ruzie. Het is altijd ruzie. Ja, ik zie nooit dat die man is voor zijn volk staat. Zijn jongens. En hij heeft die hele economie natuurlijk helemaal in de grond gewerkt. Neem nou alleen het toerisme. Ja, al die all-inclusive resorts aan die kusten. Ja, ik bedoel, de Nederlanders gaan er graag naartoe omdat het lekker goedkoop is. En je kan 3 keer je bord vol scheppen. Maar hij heeft die hele industrie. Die lira die is volgens mij met 300% aan inflatie onderhevig geweest. Ja, nee, maar jij zegt ja. Nee, maar Erik, jij zegt zo ja. Nee, dat alles, elke periode heeft een nieuwe leider. Maar gewoon even heel eerlijk. Vroeger kon je gewoon toch wel vaststellen dat zeg maar de Turkse medelander perfect geïntegreerd. Er was nooit gedoe. Eigenlijk pas sinds Erdogan er is, zagen we opeens de vlag in Rotterdam op de bruggen. Ik weet niet of jij wel eens met Turken spreekt. Ja, dat vind ik altijd een beetje raar woord. Ja, nee, maar die mensen die zeggen echt, joh, ik heb echt best wel vaak dit soort gesprekken gehad. Ja, dat is mijn president. Dat is gewoon mensen die zijn gewoon geboren in Rotterdam, in Giethoorn, weet ik veel wat allemaal. Ja. En die zeggen, nee, dat is mijn president. Dat is er zo hard ingerost eigenlijk. Ja. Het is een net alsof ik tegen... Ja. Als ik tegen Portugezen hier zeg, Rutte is de president. Ja, Rutte is mijn president. Ja. Weet je, en het is een NAVO-bondgenoot. Ze bemoeien zich in Armenië. Ik vind zelf,
hem ik vind hem wel een gevaarlijke man. Als je er goed over nadenkt. Ja, maar wat ik zo raar vind, kijk, heb ik altijd raar gevonden. Daar hoor je toch weinig over. Mm. Kijk, hij is NAVO-bondgenoot. Ja. Is er wel een bakkelei met Griekenland dat ook een NAVO-bondgenoot is. Mm. En hij heeft Russische afweer geschut gekocht. Ja, en hij vecht met de Russen. Nou, vecht niet echt met de Russen. Maar hij heeft dus binnen een NAVO-bondgenootschap, waar geheimen... wapens, et cetera. Dus de Russen die natuurlijk hun inspecteurs gestuurd hebben om dat afweerschut daar te gaan plaatsen, die moeten natuurlijk precies ook weten alles van de coördinaten, alles van de wapen van de NAVO. Dat is de tegenstander. Want je moet toch wel zeggen, ja, als er een raket binnenkomt, er komt geen Russische raket binnen, laat ik het zo zeggen. Nee, er komt altijd een Amerikaanse of een vliegtuig binnen. Dat vind ik zo raar, Yves. Ja, nee, maar wat ik raar vind, is dat, zeg maar, dat hele Armeense kwestie. Hè? Dus de Armenen worden dan gesteund door de Russen. De Azerbeidzjanen worden gesteund door de Turken. De Russen leveren Russisch afweergeschut aan de Turken. Ja. Kan jij hem nog volgen? Ja. Ik kan hem niet meer volgen. Mooi, hè? Ja, het is... En de Azerbeidzjanen hebben eigenlijk gewonnen. Ja. Weet je hoe die deal in elkaar zit? Ik ken Azerbeidzjan goed, hè? Daar kan ik je nog straks een leuk verhaal over vertellen. Ja, vertel. Kijk, het is heel gezegd, Azerbeidzjanen waren militair veel sterker dan Armenië. Ja. En er is een stuk land waarvan ze zeggen, dat is van ons. Ja. Mm. En toen gingen ze daarover vechten. Toen kwam Rusland, die zei, oké, jongens, Azerbeidzjan heeft gewonnen. Dit is het land van Azerbeidzjan. Ja. Armenië, jullie hebben één week om weg te gaan. Uniek. Ja, ja uniek. Ja. Uniek. Ja, zoals de Russen, zeg maar, het Schiereiland gewoon opeens, waar jij je ooit gemeld hebt om vakantieparkjes te bouwen, gewoon in beslag hebben genomen. Daar horen we ook nooit meer iemand over. Ja, het is ongelooflijk. Ja, maar daar hebben ze gelijk in. Ja, oké. Okay, nee, vind je dat ze gelijk in hebben? Dat weet ik niet, maar dat is een andere discussie. Ja, dat weet ik wel. Want? Omdat namelijk de hele Russische vloot, de hele Russische vloot in winter, waar het aan het noorden bevroren is, alleen maar langs de Krim kan varen. Hmm. En toen Oekraïne westers werd, en dus de Krim ook, dan vaar je langs vijandelijk grondgebied met je gehele vloot in de winter. Dat gaat, en je handelsvloot ook nog. Als er dan weer een soort... Je weet dat de Europese Unie en Amerika, die hebben sancties op Rusland gelegd. Als ze daar ook een sanctie op leggen, van je mag daar niet langs varen, dan is Rusland verloren. Ze moesten de Krim oppakken. Nee, ze hebben goed, gelijk. Strategisch, ja. Bijna een soort Golanhoogte. Hey, had jij trouwens nog dat gevolgd, Erik, van die Max van der Werf, die zeg maar een soort burgerjournalist, die zeg maar namens de Russen allerlei pro-Russische mededelingen op Twitter en weet ik veel wat kanalen allemaal gooiden, dat het Oekraïne-verhaal toch heel anders zat. Heb je dat gevolgd? Ja, ik heb het een beetje gevolgd, maar daar is de bron ook weer van Bellingcat. Bellingcat doet iedereen zo hoezee over. Die vertrouw ik ook niet helemaal iets. Nee, wie kan je nog wel vertrouwen? Dat is natuurlijk het complexe. Wie kan je nog wel vertrouwen? Ja, dat het is heel complex. Ja. Ja, kijk, als ze directe aanwijzing hebben dat Rusland echt, zeg maar, zo'n tegenblog steunt. Ja, maar natuurlijk. Het is van alle tijden, joh. Dat mensen zich daar nog over verbazen. Elk land heeft zijn eigen spionnen rondhuppelen, op welke manier ze dat ook doen. Daar is geen enkele discussie over. Maar dan hoort hij in de gevangenis. Dat is landverraad, toch? Nee, dat klopt. Maar ja, moeilijk bewijzen. Hey, even terug over jou. Jij zet die Madeleine van Torenburg net even neer van... Ja, nee, dat is een beetje opportunistisch, hoor ik zo tussen de regels door. Maar het is toch wel een groot verhaal. Kijk, die Franse ambassadeur in Nederland, Louis Fassi, die zegt... Oorlog met jihadisten is ons opgedrongen. Nou, dan komt die Assar Khan in de kamer. Die gaat helemaal los. Het lukt hem toch nog om, ik geloof, 120.000 stemmetjes te werven. Hè? Dat de profeet Mohammed niet beledigd mag worden. Nou, vervolgens, iedereen is natuurlijk vergeten dat er gewoon een man is onthoofd. Gewoon onthoofd, omdat hij een open discussie had over een cartoon. De beste man heeft helemaal niks negatiefs erover gezegd. Dat is toch, Erik, dat is toch echt een heel slecht verhaal wat die Assar Khan in de kamer aan het doen is. Ik vond het eigenlijk wel heel sterk van die Madeleine van Torenburg dat ze zo los daarop ging. Eindelijk dacht ik, iemand die eens een keertje het door heeft. Het is toch geen timing om op het moment dat
zoiets heftigs gebeurt. En vervolgens kort daarop gebeurt het in Wenen. Nou, je weet zelf, dat kan in elke stad in Europa inmiddels gebeuren. Daar moeten we toch heel hard en duidelijk tegenop, zeg maar, ons daartegen verzetten. Yves, het is 2020. Ja. Waarom? Ik stem op politici die een vooruitziende blik hebben. Mm. Ja, die dan uitvoeren, daar stem ik op. En die voeren dan uit waarvan wij denken, goed, dat moeten ze uitvoeren. Het zijn mensen die krijgen statistieken, die krijgen de cijfers. En die maken daar beleid op. We halen de laatste, in de Syrië-oorlog, we halen duizenden mensen naar binnen. Duizenden mensen die datzelfde gedachtegoed aanhangen. Ja, en dan was zo'n splinterpartijtje als het CDA. Die liepen allemaal braaf mee in de coalitie, want we moesten humaan zijn. We moeten ook humaan zijn. Daar hebben we verleden week een oplossing voor gegeven. Maar het laat onverlet dat de toestroom van asielzoekers, hoe zielig dan ook, toch van de doelgroep van Assad kan behoren. Ja? Dus als je dan nu een beetje gaat lopen gillen, ja, dat Assad kan zeggen, ja, wacht even, ik mag dat ook zeggen. Want Assad mag dat zeggen. Dat is juist het mooie van het vrijheid van meningsuiting. Ja. Die zegt wel, ik wil een stuk van onze vrijheid van meningsuiting beperken. Ja? En daar kan je boos over zijn. Maar Yves, dat wisten we toch al 30, 40 jaar. Nee, maar even serieus. Ja? Hoe kijk jij daar eigenlijk naar? Hoe kijk jij naar die vrijheid van meningsuiting? Is dat onbeperkt? Is het beledigen onbeperkt? Het zwaaien met de IS-vlag in Den Haag? Moet dat allemaal kunnen? Dat is zo'n moeilijke discussie. Ja, kijk. Je kan ook zeggen, ik heb het recht om niet beledigd te worden. Mm. Ja, in plaats van het recht te beledigen. En uiteindelijk is daar kan je geen wetsartikel op schrijven. Nee. Ja? Dus Holocaust ontkennen is strafbaar. Mm. En daar hangen nog een paar andere dingen aan die strafbaar zijn. Oproepen tot geweld, et cetera. Daar is de wet redelijk duidelijk in. Redelijk duidelijk in. Maar je kan met dit soort dingen alleen maar hopen op beschaving. Gewoon op beschaving. En weet je, kijk, ik vind dat mensen het recht hebben om een cartoon te maken waarbij het hoofd van de profeet ontploft. Maar ik vind het heel smakeloos. Ja. Want ik vind het. Ik hoef geen moslim extra te beledigen. Daar heb ik geen trek in. Ik hoef ook de paus niet te beledigen. Af en toe hebben we het over de kerk met die jonge kinderen, met die misbruik te maken. Dat zeggen we dan maar over. En op een harde manier. Dat kan nog, want er is een duidelijke misstand. En er zijn natuurlijk, kijk, hoe je het went of keert, er zijn in Nederland, is de islam is zich gaan wortelen, heeft zich al geworteld. Ja, en we hoeven niet onnodig mensen te beledigen. Ja? Daar zijn we het over eens. Alleen waar het om gaat, maar daarom is deze discussie een onmogelijke discussie. Omdat, kijk, ik geloof in het goede van de mens. Jij ook. Alleen. Het is gewoon een feit dat welke religie er ook is. Hè? Ik bedoel, we hoeven alleen maar in de geschiedenisboeken kijken. Ja. Je moet ervoor waken dat zeg maar de extremisten in welke vorm dan ook altijd de wedstrijd winnen. En waarom winnen ze de wedstrijd altijd? Omdat ze agressiever zijn. They are more fearless, hè? Dus minder angst. Ze zijn agressiever in hun benadering. Ze hebben meer die death wish. En dat creëert angst. Dus de praktijk is bijna altijd dat de goede onder de slechte lijden. Kijk, als je kijkt naar de hele discussie in Nederland over moslimterrorisme en hoe je het ook noemen wil. Het zijn nooit de seculieren die het woord voeren. Het zijn altijd imams die dan gaan beginnen. Ja, dat je niet kan beledigen. Ze kapen de discussie. Hè? Net zoals Femke Halsema kaapte de discussie toen op de Dam over het echte probleem. Hè? Is er dan zo'n angst? Hè? Is er zoveel racisme? Nee, het ging over haar. En nu gaat het niet over die man die onthoofd is. Je mag dit nooit toestaan, Erik. Als je het één keer democratiseert, dan gaat het nog een keer gebeuren. En als het de tiende keer gebeurt, denken we, hoort bij het leven. Hoe maak je daar een wet tegen dan? Je kan er geen wet tegen maken. Het is onmogelijk. Maar kan ik dan een stelling in de groep gooien? Dus stelling is wat mij fascineert. Wettelijk. Ja, maar ik heb een andere ruige stelling. Kijk, men zegt wel eens dat de extreme islam wordt gedragen door de gematigde islam. Hmm. Kijk, wij zijn geen islamiet. Ja? En wij geloven het niet. Ja? Wat die mensen wel geloven. En
De veroordeling van het extremisme, dat zit aan onze kant wel goed, ja, maar de echte veroordeling van het extremisme moet toch gedaan worden door de islam zelf. Ja. Dat kan niet anders. Dus. Nee. En als je dus als gematigde islam... Dat is wat ik bedoel. Daarom vind ik die Ahmed Marcouch, daar zitten ze wel eens op de schelden, die burgemeester van Arnhem. Die spreekt zich wel uit. En dan zegt hij, ja, hij liegt. Of hij, want hij is een salafist. Mm. Dit en zo, zo, zo. Ja, dat zal allemaal wel. Maar hij doet het wel. Ja? En in elke moskee, daar moet ook echt de imaan, alle imaans, als een beetje bij onze maatschappij willen horen. Onze, ook hun maatschappij. Die moeten zich keihard en ferm uitspreken. Vooral tegen de jeugd. Exact. Dat fout is. Nou, en daar zit hem de kneep, Yves. Dus daar hebben we dat is dus de gematigde islam gewoon. Hè? De normale predikende imam. Die doet dat niet. En daarom is mijn stelling dat als de gematigde islam... Die moet stoppen met het dragen van de extreme islam. Die moet dat laten vallen. Ja, gewoon laten vallen. Maar hoe doe je dat? Geloof jij in God? Wat? Of ja, ik in God geloof? Nee. Ja, geloof jij in God? Nee. Maar je komt wel in de synagoge. Soms. Kijk, ik geloof... Ja. Kijk, religie vind ik gewoon een kernbom. Dat meen ik serieus. Ja, ik vind het hetzelfde als de aarde plat is. Ja, nee, maar ik respecteer iedereen die wel gelovig is. Dus laat ik dat even voorop stellen. Maar jij vraagt het me zo op de man af. Nee, ik geloof niet in God. Maar het enige wat ik heb gezien in decennia lang... is dat religie leidt bijna altijd tot verdeling. Dat is ook een discussie die kan je helemaal niet winnen, joh. Ik heb dit soort discussies in mijn jonge jaren zo vaak gevoerd. Het is onmogelijk. Ja. Het is gewoon onmogelijk. Jongeren die jij noemt, die jongeren, Erik, die jij noemt... die snappen dit allemaal niet. Dus die denken, ja, daar hoor ik bij. Dat klopt allemaal wat er gezegd wordt. Op tv horen we altijd... zeg maar, de mensen die je eigenlijk niet wil horen. En ze hebben ook altijd het woord een groepje. He, ken je dat? Dat woord een groepje. Ja, of een paar jongens. Ja. Maar dat is niet zo. Ja. Dat zijn honderdduizenden mensen. En als je dan weet wat hier allemaal in Europa rondhuppelt... daar moet je keihard tegen optreden. En dat moet je de discussie van vrijheid van meningsuiting parkeren. Je moet een beleid ontwikkelen dat iedere vorm van extremisme... keihard wordt aangepakt. Je moet echt, het moet veranderen. Want ik ga je wat voorspellen. Als je dat niet verandert, hebben we over 10 jaar een echt megaprobleem, wat niet meer is op te lossen. Dat hebben we hier. Dat heb ik een aantal podcasts geleden ook al gezegd. Ja. Ik zit nog wel eens te denken, en we hebben het wel eens over vroeger, dat vind ik nou, mensen over vroeger beginnen, denk ik wel, let even op. Vroeger was alles maar die beter. Grieken, maar die Grieken en die Romeinen, ja, die hadden voor alles een god. Ja, als het begon te regenen, zeiden ze dank u God. En als de graan groeide, was het een god. En de vruchtbaarheid en een kindje en een ding. Die hadden overal een god voor. Dat was eigenlijk veel makkelijker. Want dan was de macht een beetje verspreid. En zoals je weet, is dat één god geworden. Laat ik dan niet over dat onderwerp beginnen. Dus uiteindelijk is dat één god geworden. Dan krijg je van die gekke machtsstrijd. Ja. En ik snap het niet, want voor mij is het de aarde is plat discussie. Totaal. Ik snap ook niet dat mensen die bij NASA werken... die sturen zo'n raket in de lucht. Ja, en over naar Mars. En dan hebben ze een toespraak. Bedanken ze God. Gaat zo'n raket met alle techniek... is allemaal uitgevonden. Zeggen ze, als God het wil, landt hij op Mars. Maar even samen, want ik ben van de oplossingen. Er is dus eigenlijk... we moeten het allemaal maar accepteren. En dan is het weer even 3 maanden stil. En over 3 jaar, ja, dan is het bijna een onmogelijke discussie. Je moet eerst de ballen hebben. Er is geen sleutel dus, zeg jij. Ja, er is wel een sleutel. Je moet eerst de ballen hebben. Dan moet je gewoon zeggen... en je weet, ik stem niet op Geert Wilders... maar grenzen dicht. Gewoon grenzen dicht, daar begin je mee. Daar begin je. Net als je een lekkage in je huis hebt... zeg je, jeetje mine, zullen we alvast gaan dweilen? Nee, ik ga niet dweilen. Waar zit het gat? Dat ga je dichten. Maar dat is de oplossing. Dan ga je eens kijken... Nee, dat is het begin van de oplossing. Begin van de oplossing, ja? Okay. En dan krijg je een rijtje met allerlei dingen. Dat is dus eventjes... En als je dat zegt, dan kom je in de rechtse hoek en weet ik veel wat... Nou, dat kan me dan niks schelen. Nee, oké. Okay. Ja? Want we gaan even naar de linkse hoek, hè? Alle politieke partijen zijn nu de lijstjes aan het bekendmaken. GroenLinks ook. En gelijk commotie om de lijst vanwege nummer 9. Ik ga eventjes haar naam erbij zoeken. Hoe heet ze? Kautar Bouchakhalid. Ja, Kautar, nou, ja. Ja. Ja, ja.
Nou, zij had verzwegen... Ja, maar dat is niet helemaal waar, hoor. Nee, maar wacht. Ja, maar dat is niet helemaal... Nee, ga je krijgt straks je moment. Ze had verzwegen haar betrokkenheid. Dat stond in ieder geval niet op haar cv. De stichting Femiso, zeg ik het goed? Ja, Femiso. Femiso. Nou, ik heb het eventjes uitgezocht, Erik. Zij zegt, nee, dat is allemaal niet waar. Er is niks van bekend. Nou, de Nederlandse media duikt erop. Maar als je een beetje goed je onderzoek doet... dan komen er twee volgende feiten naar boven. Feit nummer één. Intasar Kerki, dochter van de Tunesische leider van de moslimbroederschap... en dat is Rachid Ghannouchi. Een van de belangrijkste leiders van de moslimbroederschap... dat is gewoon een connectie. Dat was al bekend in november, Erik, 2014. Er zijn ook vragen over gesteld aan de Europese Commissie. Feit nummer één. Dan was er nog eentje. Ibrahim El Zayat uit Duitsland, is een Belg... heeft ook toegegeven een link te hebben met de moslimbroederschap. En als je dan kijkt naar het Twitter-account van dat Femiso... viel maar één ding op. Gewoon recent Twitter-materiaal. Ze sturen hun condolences naar de slachtoffers van Wenen. Ja? Maar ze retweeten een bericht van Al Jazeera dat Macron zijn beleid extremisten aanmoedigt en het spanningen verstevigt. Nou, dit is nou precies wat ik bedoel. Dat heb ik ook wel eens gezien in die hele radicale linkse hoek. Dan heb je zeg maar de socialisten die zeggen allemaal nee, weet je, we moeten het netjes doen en we mogen ons opstellen. En dan heb je zeg maar die radicale gasten aan de achterkant die ook geweld niet schuwen. Dat is wel een klassieker, hè? Dus je hebt altijd de good guy en de bad guy. Dus ja, zij zet het zo weg als... Nee, ik ben voor het positivisme. Maar ik vind dit toch best wel feiten waar ik me zorgen om maak. Of zie jij dat anders? Nee, dat zie ik niet anders, Yves. Kijk, het erge is... Vergeet één ding. Het erge is dat Jesse Klaver een tweet gaf over de SGP. Dat de SGP niet meer van deze tijd is. Een journalist van de Trouw, die zei... ja, inderdaad, christelijke orthodoxen zijn gestoord... maar islamitische orthodoxen zijn dat niet. Met andere woorden, deze vrouw die jij op de lijst hebt gezet... dat is echt wel een diehard moslima. Ja? Net zoals Kees van der Staaij van de SGP een diehard christen is. Ja. Ik vind allebei hun denkbeelden niet goed. Hè? Met die SGP, met die abortus. Maar dat even terzijde. Kijk, Yves... Het is een prachtig mythisch verhaal in de Griekse mythologie. En dat noemen ze het paard van Troje. En meer wil ik er niet over zeggen. Ja, nee, ik begrijp het. Oké. Ik hoop dat de luisteraar dit ook begrijpt. Nee, ik snap hem in ieder geval. Het paard van Troje. Okay. Paard van Troje. Oké, dat vind ik, daar ga ik mee akkoord. Je had het net even over Kees Thijs. We het heel even kort hebben over Arie Slob. Strafwerk voor Arie Slob. Kijk. Nou ja, kijk, weet je wat het is? Maar voor de duidelijkheid, wie het niet gevolgd heeft... Hè? Het afwijzen van homoseksualiteit door scholen... dat is op de een of andere manier steunt ChristenUnie dat. Ja, wacht even. Dat is even... Ik heb even duidelijk de zin, want het is heel belangrijk in die nuance. Ja, exact. Je kan er alle kanten mee op. Ik heb dat even genoteerd. En het is het volgende. Religieuze scholen mogen ouders vragen om een verklaring te ondertekenen... om een homoseksuele levensstijl af te keuren. Dat zei onderwijsminister Arie Slob. Ja. Dus hij zegt dus tegen een school... u mag de ouders van de leerling die komt... een verklaring laten ondertekenen dat homoseksualiteit niet deugt. Hmm. Nou, kijk. Ik ben in 1959 geboren, 70 jaren tiener... homo's, dingen, Amsterdam, ik heb allerlei tolerantie. En als, weet je, soms denk je van gekke homo's en wat is het. Ik heb, ook in de zaken, doe ik zaken met homo's. Ik heb geen enkel gevoel als ik een homoseksueel iemand tegenover me heb, dat die meer of minder is dan ik. Dat durf ik met de hand op mijn hart te zeggen. En ik kan geintjes maken. Ja, tuurlijk. Ja, ik kan ook geintjes maken en dingen. Maar ik maak ook geintjes met jou als we praten. Heteroseksuele geintjes. Oh, lekker wijf op mijn hoor. Dat doen mannen. Whatever. Ja. Kijk, ik heb dat. En ik ben trots op het feit. En ik sta er echt 100% van achter. Dat zeker in Amsterdam. Dat homoseksualiteit en heteroseksualiteit. Perfect naast elkaar kan leven. Heerlijk. En door elkaar kan leven. Ook heerlijk. Sterker nog, als ik biseksueel was geweest. Had ik meer keus gehad. Ja? Had makkelijk geweest. Nou, zo'n
zo'n Arie Slob met zijn onschuldige, jongensachtige oogjes en zijn zalvende stemmetje, die het in zijn hoofd haalt om ons 30 jaar terug te, 50 jaar terug te gooien, dat vind ik een verachtelijk mens. Zoals Marcel van Dam daar tegen Pinter Tuin zei. Exact. Ja, exact. Goeie, Ik vind, ik vind dat als die man bij mij zou boeken in mijn resort, zou ik hem van mijn terrein afschoppen. Oké. Okay. Ja, zo'n hekel heb ik aan deze opmerking. Ik vind dit zo erg. En wat hij ook doet, is koren op de molen gooien van de religiegekkies. Ja. We zijn natuurlijk in die ChristenUnie, in die SGP, bij DENK, bij NIDA, bij allerlei religieuze bewegingen. De omgekeerde aarde is plat figuren, noem ik ze maar. Ja, ik word daar boos over, Yves. Ja, nee, maar en zo'n Arie Slob met zijn zalvende stemmetje, die dat, en die dan dag erna dat weer een beetje terugneemt. Maar hij meent het gewoon. Hè? Exact. Hij meent het gewoon. Hij neemt het terug omdat hij anders zijn baan kwijtraakt. Ja. Nou, ik vind dat, ja, ik vind dat ettergezwellen, Yves. Nee, dat maar, is mijn mening. Exact. Maar dit is dus hetzelfde verhaal als waar we het net over hadden. Kijk, je moet je dus voorstellen, jij bent homo. Ja? Stel nou voor dat je homo bent. En dan roept zo'n Arie Slob dat zo even uit het niets. Ja? Ja. En door de mediadruk trekt hij zijn keutel alsof in. Alsof je een minder mens bent. Alsof je een minder mens bent. Het is zo schofterig. En dan kijk je naar al die reportages. Dan gaat de NOS natuurlijk de hele dag op zoek naar een meisje of zo die een opmerking maakt. Dus was er een meisje. Gewoon blank meisje op een school, christelijke school. En die zegt dan, we vinden het erg. We zijn altijd die opmerking, we zijn tegen geweld. Hè? Maar, zegt dat meisje, het arme kind, het staat wel in de Bijbel. Heb ik gezien. Dat is eigenlijk de hele cirkel van het verhaal. Het staat in de Bijbel. Het staat in een ander boek. Weet je? Die boeken, wanneer zijn die geschreven? Joh? Het is echt 2000 jaar geleden de Bijbel en 1400 jaar geleden de Koran. En nog lezen we eruit. Maar we zijn wel uit de bibliotheken Zwarte Piet boeken aan het verwijderen. Exact, mooi. Die 30 jaar geleden geschreven zijn. Weet je, die boeken moeten weg. En die achterlijke boeken waarin mensen dachten dat de aarde plat was. Dat de zon aangestoken werd elke ochtend door God. En die boeken moeten we wel geloven en naleven. In de politiek. En daarbij, gebaseerd op die boeken, homoseksuele mensen als untermensje karakteriseren. Ja, op een school. Ik voel een manolef. Ik voel een manolef. Hey. Maar dat is manolef. Die is na Barbara Baarsma. Wat staat die bij mij best op de tweede plaats hier? Barbara Blaatsma, Erik. Je moet wel. Blaatsma, sorry. De Rabobank. Ja, oké. Okay. Nou, duidelijk. Sharon Dijksma, die wordt de burgemeester van Utrecht. Het meisje uit, ik noem maar even het meisje uit Enschede, die de wethouder is geworden in Amsterdam. Ja, echt werkelijk. Ja. Ik heb haar ooit ontmoet. Dat lieve kind, joh, heeft geen idee van wat Amsterdam voor stad is. Nou, die heeft er weer een teringzooi achtergelaten in Amsterdam. Er klopt geen enkele begroting. En dan is de bonus is dan burgemeester van Utrecht. Ja. De bekende baantjescarousel. Ja, maar. Er zijn 70. Ik weet het. Ja, dit kan toch niet. Maar ja, kijk, weet je, de koplopers van burgemeesters zijn PvdA, CDA. Ja. Dan heb je de tweede groep, dat is VVD, GroenLinks, D66. Nou, Sharon Dijksma was de jongste politica van Nederland. Mm. En die heeft nog nooit gewerkt. Die heeft nog nooit een baan gehad. Nee. Nog nooit. Dus die weet nou goed. Ik heb toen zat ze staatssecretaris in Den Haag. Dat is een mooi verhaal. En toen had ze, toen kwam, was er een foto, stond er in de krant, dat viel mij op. En had ze ergens bij een ministerie. Rutte 2, was dat Rutte 2? Weet ik niet meer, Yves. Nee, okay. Het is een jaar of 7, 8 geleden, 9 jaar geleden. Ja. Ik heb niks tegen haar, laat ik het zo. Nee, oké. Dus dan had ze, daar stond ze in de krant, dan had ze, in de binnenplaats van het ministerie, had ze bijenkorven laten neerzetten. Ja, want de bijenstand gaat achteruit, hoor je ook niks meer van. Hè? Dat was op een gegeven moment groter dan. En dat ze bijenkorven neergezet. Want dan, die konden dan in Den Haag. In Den Haag konden de bloemetjes beter bestuiven. Dat was goed voor het milieu. En dan stond ze. En had ze 5 bijenkorven neergezet. Maar ik heb land in Portugal. Daar heb ik 50 bijenkorven neer laten zitten.
Ja? 1 vind ik het leuk, 2 hebben honing, 3 gewoon goed gevoel bij, kost me niks. Dus ik ga van keurig een tweakje, dat heeft hij goed gedaan. En ik zeg, ik heb in Portugal 50 bijenkorven neergezet. Nou, er kwam een hele discussie, het vond ze helemaal leuk. Dat was mijn contact met Sharon Dijksma. Maar die was dus helemaal druk met 5 bijenkorven. Kijk Yves, je zal nooit een PVV of een Forum voor Democratie burgemeester vinden. Terwijl dat toch een grotere partij is dan de PvdA. Ja. Dat snappen we allemaal waarom dat is. Vind ik ook niet zo erg hoor. Trouwens, dat zou te veel weerstand krijgen. Er is een banencarousel waar de rechtse politici altijd maar tegenaan schoppen. En die banencarousel is gewoon waar. Ja. Die is gewoon waar. Hè? Want er komt een vertrouwenscommissie in een stad. Die is natuurlijk het afgeleide van de meeste steden zijn links. Net als in Amerika. Grote steden zijn links. Daarbuiten is wat rechtser. Dus in de grote steden komt alleen maar een soort linkse burgemeester. Je hoeft je niets te kunnen. Ja? Maar je moet een beetje een soort mee kunnen lullen met de huidige coalitie van de stad. Ga me niet meer veranderen. Dat is niet anders. Nou, ik denk wel. Ja, nee, het is geen gemeen meisje. Het is geen gemeen meisje. Nee, luister. Ik heb haar ook wel eens ontmoet. En ze is buitengewoon lief. Maar dat is iets anders. Dat je gekwalificeerd bent als burgemeester van een stad. Daar moet je ook een beetje rauw voor zijn. Daar moet je bepaalde ervaring voor hebben om zo'n stad, zeg maar. Nee, oké. Okay. Je hoeft als burgemeester. Dus jij gunt het Sharon Dijks met het voordeel van de twijfel als burgemeester van Utrecht. Maar okay. Voor de burgemeester Rotterdam moet je gekwalificeerd zijn. De burgemeester Amsterdam moet je gekwalificeerd zijn. Maar voor de rest moet je gewoon een beetje meelullen met de coalitie. En je moet tegen de politie zeggen wanneer ze uit moeten rukken. Maar meer moet je niet doen. En linkjes doorknippen. Laat ze het in Utrecht niet horen. Ik weet niet of ze het ermee eens zijn. Maar goed, dat maakt niet uit. Die baantjes komen zelf. Volgens mij is dat 300 baantjes ongeveer. Wat altijd keurig wordt verdeeld. Ja, buiten de hoge ambtenaren en de subsidiegestuurde verenigingen natuurlijk. Er zijn er ook een aantal honderden van. Nou, het verbaasde me in ieder geval, laat ik dat zeggen. Hey, de vlag kan uit of niet? Even kijken, hier voor welke vlag? Help eens even. Pfizer heeft het vaccin. Ja, heb ik ook nog een. Ja. Die kerel, die Albert Bourria, hoe heet die? Ja. Die CEO. Ja, die pakt even 6 miljoen. Ja. 5,6 miljoen. Maar Yves, kijk, buiten het feit dat het vreemd is dat ze net na de Amerikaanse verkiezingen met het bericht kwamen. Want ook een weekje daarna. Ja. En dus dat is natuurlijk al verdacht. Tuurlijk. En ten tweede, dat je. Weet je, ik ga altijd een beetje tekeer op Amerikanen. Want het enige wat ze geïnteresseerd zijn is hun god, de dollar. Ja. 99% van de Amerikanen geld. Want zonder geld doe je daar ook niks. Ook voor de gewone man. Ben je weg. Hmm. Je wordt niet geholpen. Maar dat je de brutaliteit hebt om je aandelenopties te verzilveren. Want dat doe je als je denkt van nou, nu staan de aandelen op het hoogst. Dus ik ga ze verkopen. Het mooiste is nog, dan wordt dat vervolgens vertaald door een andere manier van Pfizer. Die zegt, nee, wacht even, dat is in augustus al gemeld, hè, zegt hij er dan bij. Alsof het sympathieker maakt. Hoe leggen we dit nou uit aan onze kinderen? Dat de baas van Pfizer, die gaat, dat is dan, de hele wereld staat in de fik. Iedereen is aan het vechten om te overleven, op welke manier dan ook. En dan degene die ons het medicijn gaat geven, de baas die dat hele traject aanstuurt, die zit dan, zit ik me even voor te stellen hoe dat dan gaat. Die zit op een terrasje met een wijntje en die zegt dan tegen zijn vrouw, weet je wat ik ga doen, lieve schat? Ik ga eind augustus, ga ik lekker even die 5,6 miljoen euro aan aandelen, gaan we even cashen. Want ja, dit is gewoon één groot feest natuurlijk, dat iedereen in de ellende zit en corona gedoe. En waarschijnlijk komt er nog een tweede ronde straks bij. Maar laten we dit vast veiligstellen. Hoe ziek moet je... Zou jij het gedaan hebben? Nee. Never. Ik ook niet. Erik, ik zweer het je. Op alles wat ik heb. Ik ook. Never. Ik zou het ook niet doen. Ik zou die schande niet over me heen voor die poen. Nee, zou ik echt niet doen. Al was ik arm, niet. Zou ik niet doen. Ook zelfs als het 10 keer zoveel was. Nee, die hele business, hè. Want we gaan straks wel over iets spannends praten. Kijk, Nederland bestelt 7,8 miljoen stond er aan doses. Het schijnt 12 miljoen te zijn. Ik weet niet of je dat verhaal hebt gelezen van het schattige... Jaar, hè? Ja, nee, maar heb je dat verhaal gelezen ook van dat schattige stelletje uit Duitsland? Dat is Özlem Türeci en Uğur Sayın. Die hebben dus ooit 400 miljoen gecashed. Erik, ze hadden 400 miljoen. En toen begon dat corona, zijn ze meteen naar Wuhan gegaan.
Nou, massaal aantal medewerkers ingezet. En zij zijn zeg maar de basisfiguren van het nieuwe vaccin. Daar gaan ze miljarden mee verdienen. De disclaimer, de bijzin is dan... Ja, we doen het niet om het geld. Ja. Maar ze zijn wel unieke mensen. Ze zijn heel unieke mensen. Uniek, maar luister. Geef dan die paar miljard aan een goed doel. Dan ben je voor mij een held. Nee, dat vind ik niet. Ik denk dat het die mensen niet om het geld te doen is, maar dat ze het verdienen is prima. Kijk, als je al 400 miljoen hebt, dan maakt 2 miljard erbij ook niks meer uit. Maar ja? Erik, vind jij het normaal dat er miljarden wordt verdiend in een industrie die als doel heeft, zeg maar, om mensen te redden? Hetzelfde als de wapenindustrie. Dat is een hele morele vraag dit. Maar ik vraag het je toch. Vind je dat normaal? Kijk. Dit soort krankzinnige bedragen. Is dat normaal? Kijk, het is niet. Nee, dat is in de basis niet normaal. Nee. In de basis niet normaal. Maar zolang de overheid niet de faciliteiten heeft om virussen te ontwikkelen, ben je afhankelijk van privébedrijven. En die privébedrijven die willen gewoon geld verdienen. Punt. Ja, nee, want dat is een nieuwe ding. Het is natuurlijk een unieke markt. Ja. Ja, als je 7 miljard vaccins moet maken, ja, Yves, je kan er €30 per stuk op verdienen. Dat is 210 miljard winst te verdelen. En misschien nog eens een keer nog een vaccin 2 jaar later. Weet je, dus kijk, ja, het is nou eenmaal. Kijk, nee, het is niet normaal. Maar het is ook hetzelfde als niet normaal vind dat ik bepaalde private dingen van de gezondheidszorg, dat ze dat geprivatiseerd hebben. Dat vind ik ook niet normaal. Nee, maar ik zei een voorbeeldje. We hebben een systeem. Kijk, filosofisch ben ik het met je eens. Het is niet normaal dat het redden van levens winst kan opleveren bij een bedrijfsleven. Bij een betrokkenen. Maar als je de overheid overlaat, zie je dat, krijg je allemaal Hugo de Jonge. Zie je die al een laboratorium runnen, een Hugo de Jonge. Die kan helemaal niks. Nee, maar je moet het incentive van het geld. En dat is nou eenmaal het kapitalistische systeem waar we in zitten. Daar moeten we niet te veel over morren, Yves. Mm. Want dat is nou eenmaal het systeem. En daardoor krijg jij, ochtends, ook je sinaasappelsap van je meisje. Dat pak sinaasappels wat ze koopt, dat staat in de supermarkt vanwege een kapitalistisch systeem. Nee, maar de moralistische vraag is, Erik. Is het oké om zoveel geld te verdienen aan een medicijn wat gaat over de gezondheid van de wereld, van de mensen op straat? Is dat normaal? In het huidige systeem is dat normaal, maar een stap. Ik vind het abnormaal. Ik vind het abnormaal. Ja, maar het is filosofisch is het abnormaal. Ja? Maar moralistisch is dat het niet. Want we hebben met z'n allen gekozen. Met z'n allen. Met een paar landen uitgezonderd. Voor een kapitalistisch systeem. Om onze spulletjes in de ijskast te krijgen. Om onze auto te laten rijden. Om in een café een drankje te bestellen. Dat is een heel systeem. Waar allemaal schakels tussen zitten die winst moeten maken. Dat hebben we met elkaar afgesproken. Medicijnen, dingen, weet ik wat. Nou, dan. En daar zit jij ook middenin, want jij bent ook een kapitalist. Hmm. Ja? Dus filosofisch kan je misschien wel gelijk hebben, maar moralistisch heb je dat niet. Sterker nog, ik vind het een beetje vals moralistisch van je. Ja, nee, dat mag. Want niet dat jij een valse moralist bent, maar we hebben vrijwillig met z'n allen voor dit systeem gekozen, waarbij er een staatsvorm is. En dat is de rode lijn die daardoor gaat, is toch het kapitalisme. Ja. Dan kan je in het ene land kan je meer belast worden dan het andere, et cetera, et cetera. Dus moet een stukje afdragen van de winst. Ja, dan is het logisch dat zo'n vaccin binnen die rode kapitalistische lijn ook alleen maar ontwikkeld kan worden. Filosofisch misschien niet goed, maar moralistisch. Maar ja, dat is lekker. Oké, maar ik zal even vertellen wel. Nou, ben je net Jesse Klaver? Ja, nou ja, misschien op dit onderdeel wel. Zou best kunnen. Nee, maar ik zal even vertellen. Hè. Ik heb gewoon een raar verhaal gehoord, Erik. Ik ga het je vertellen. Ik heb er echt over. Ja. Ik zweer het je, ik zat erover na te denken. Laten we ook eerlijk zijn. Ik heb je van tevoren hierover gebeld. Zal ik het wel of niet in de groep gooien? Ja. Daar hebben we de hele week over gesproken, beste luisteraar. Ja. Zullen we wel, zullen we niet? Ja, want ik vind ook dat het gevaarlijk is, snap je? Dus en ik heb erover getwijfeld, maar toch houdt het me bezig. Nou, wat is het verhaal? Ik hoorde, Erik, dat Jaap van Dissel, laten we het even hebben over Jaap van Dissel, voor wie het niet weet, de baas van het RIVM. Rustige man. Toch de frontleider van de hele coronacrisis.
Heeft heel veel fouten ook gemaakt. Laten we dat ook even erbij zeggen. Het verhaal over de mondkapjes. Hij heeft ook ooit geroepen dat je niet in het vliegtuig... dat het hele vliegtuig besmet kan raken met corona. Dat dat niet kan, dat is niet waar. Want dat is wel degelijk mogelijk, maar dan via het ventilatiesysteem. Hij heeft ook gezegd dat het niet van mens op mens kan. Ze hebben ook gezegd in het begin van de crisis... Nou, het valt allemaal wel mee, weet je. Niezen in de... Dat moest je in de elleboog of zo, handen wassen. Het stelde allemaal niet zoveel voor. Dat is wel degene, zeg maar, de troepenleider. Nou, Het schijnt een hele vermogende man te zijn, Erik. Dus ik hoorde het verhaal dat hij tijdens het begin van de coronacrisis... Let op. Dat hij een vermogen heeft van 6 miljoen euro... waarbij hij de opdracht heeft gegeven aan degene die dat voor hem beheert... Ja, kan je dat even veiligstellen? Nou, toen gingen bij mij alle alarmbellen rinkelen. Toen dacht ik bijvoorbeeld, hoe komt hij aan 6 miljoen euro? Wij kunnen goed rekenen, als je 6 miljoen euro hebt om te beleggen... dan heb je minimaal 10 miljoen verdiend, toch? Zeker. Ja. Tweede wat ik toen dacht, is er sprake van voorkennis. Ja, dat dacht ik ook. Van Grappenhuis weten we dat dat een vermogende man is. Want die was partner bij zo'n advieskantoor, ik geloof, bij Loijs en Loef. Die heeft flink gecashed. Loijs en Loef, ja. Nee, dus ik ben niet tegen rijke politici of rijke mensen die zeg maar bij de overheid werken. Maar het verbaasde mij gewoon. 6 miljoen euro. En toen zat ik te denken, Erik... Heeft hij een erfenis gehad? Dat is dus... Kijk, dat wil ik even inderdaad zeggen. Wij moeten... Alle disclaimers. Nee, let op. We gaan hem nergens alle disclaimers moeten... Ja. Nee. Dus hij kan een erfenis gehad hebben. Wij zijn... En dat mag de luisteraar ook. Wij zijn op zoek gegaan natuurlijk. Zijn mensen gaan bellen. Ja, klopt. Ik heb zelfs een Tweede Kamerlid gebeld. Ik ken 10 Kamerleden persoonlijk. De ene wat beter dan de ander. Ik heb hem dat voorgelegd. En hij zegt, ja, dat weet ik niet. Ik zeg, zou je dat uit kunnen zoeken? Hij zegt, nee, dat doe ik niet, want het is een gerucht. Daar ga ik niet op in, daar krijg ik nog last mee. Daar moet je ontzettend mee uitkijken. Hij kan de loterij gewonnen hebben. Ja. Hij kan inderdaad een erfenis gehad hebben. Hij kan misschien ergens geld verdiend hebben op een legale manier. Want als hij het legaal heeft belegd, mag je ervan uitgaan dat de fiscus dat ook ziet. Ja. En je hebt dus geen strafbaar feit geconstateerd. Waar het niet dat het gek is. Nog niet, hè? Dat kan je ook zeggen. Dus we moeten daar ontzettend mee uitkijken. Maar jouw bron, ja, en we hebben erover gesproken, dat is wel een goede bron. Maar één bron is niet echt een bron. Dus we hebben zitten wikken en wegen, luisteraar, of we het wel of niet in de groep gooien. Want 6 miljoen vermogen, als het waar is, alle disclaimers die ik er nu bij zet... Dat is een nucleaire bom bij Jaap van Dissel van het RIVM. Ja, vind ik wel. We zijn toen gaan onderzoeken waar ze bezit zat. En toen kwamen we tot de ongelofelijke conclusie. En daar wil ik ook even met je over praten, Yves. Dat zijn huis op naam van zijn vrouw staat. Ja, nou, Suzanne Ocanto. Ja, dat is geen naam. Maakt niet uit, waarom niet? Ja, ik heb altijd geleerd, je hebt met zakenmensen, ja, als die de spullen op naam van hun vrouw zetten, dat is een stap naar voren. Ja, klopt. Ja? Weet je, wat normaal als je trouwt, heb je een huis samen of niet? Maar ook daar kunnen we niks op zeggen, want ja, dat kunnen de omstandigheden, misschien is zij heel rijk, dat kan ook. Maar ja, het huis op naam van je vrouw, dat vind ik altijd wel een beetje, ja, dat doe je met een reden. Snap je wat ik bedoel? Nee, dat klopt. Kijk, wat ook nog kan, zat ik ook over na te denken. Hij kan ook een patent, eigenaar zijn van een patent. Dat is natuurlijk ook een mogelijkheid. Hij kan betrokken zijn bij een onderzoek. Ik heb er ook over nagedacht, zullen we hem zelf gaan bellen? Gewoon vragen, joh, hoe gaat het met je? Hou je van hockey? Wat zijn je behoeftes? Wat vind je ervan dat je elke dag op tv bent? Hij is een publiek figuur. En we weten in Nederland, maar ook in andere landen... Als je een publiek figuur bent geworden, ja, dan wordt alles over jou besproken in de openbaarheid. Er worden foto's gemaakt, mensen willen weten welke auto je rijdt, et cetera, et cetera. Dus eigenlijk wat mijn oproep is, ik zou het fijn vinden als Jaap van Dissel zelf hier duidelijkheid over gaat geven. En hij kan dit als een aanval voelen, zo is het echt niet bedoeld. Maar ik zou het wel prettig vinden als Jaap van Dissel zelf
gaat uitleggen of hij inderdaad zo'n vermogende man is en hoe hij zijn geld heeft verdiend. Ik vind zelf, hè, dat de Groene Amsterdammer gaat het niet uitzoeken, want het is niet anti-Baudet. Nee, nou ja, dat weet ik niet. Dan gaat Vrij Nederland het uitzoeken. Ja, of de Telegraaf mag het uitzoeken. Maar Erik, het is toch wel. Stel nou eens voor, hè, dat het vers geld is. Ja, moet je nagaan. Vers geld kan ook, hè. Stel nou voor als het niet klopt, op wat voor manier dan ook, dan is het een atoombom. Dan valt de regering. Als er helemaal niks aan de hand is, dan zeggen wij echt, sorry, we hebben het niet kwaad bedoeld. Maar toch houdt het ons bezig. Het heeft ons de hele week bezig gehouden. De hele week. Ja. De hele week, Yves. De hele week. Kijk, want ik zat eventjes als heel veel publicaties geschreven. Ja. Maar hij is ook voorzitter van een commissie die geneesmiddelen keurt. Ja, klopt. En jij weet net zo goed als ik, die hele farmaceutische industrie, dat gaat om miljarden. Ja. En als je eventjes wat coulanter bent, en ook, nogmaals, once again, we beschuldigen die man niet. Nee. Maar als je wat coulanter bent, dan kan ik me voorstellen, en die farmaceutische industrie, dat zijn natuurlijk de grootste ratten die er rondlopen. Die weten precies hoe ze legaal geld krijgen aan mensen die er geen recht op hebben. Die hebben alle boeken al gelezen. Zeker in Amerika. Daarom is Trump altijd met ze aan het knokken. Mm. En daarom hebben die farmaceuten ook altijd aan Biden gestort in de verkiezingskas. Exact. Ook een heel raar verhaal trouwens. Ja, vol trouwens. Geen enkele discussie. Normaal. Ja, vol. Het is zo raar dat de democratische partij die hogere belastingen willen zetten. Maar goed, dat is even terzijde. Maar mocht het... Ja, dat hele verhaal van die 6 miljoen euro... die Jaap van Dissel heeft en opvolgend even geherallokeerd heeft... Juist. Bij een andere beleggingsportefeuille. Mm-hmm. Ja, dat kan. Je kan natuurlijk van internet naar voedsel gaan in februari. Ja. Kan, ja. En hij kan zich ook zorgen hebben gemaakt dat hij dacht van... oh jeetje, er komt een crisis aan. Laten we niet beleggen in retail of aandelen Shell. Whatever. Ik snap dat allemaal. Ja. Ja, maar ja, misschien gaat de journalist, die pakt het wel op... en die gaat het aan het RIVM vragen. Kijk, je kan daar niet over liegen. Nee. Als Jaap van Dissel de vraag krijgt, heb je 6 miljoen. En hij zegt, nee, ja, als hij liegt, ja, dat komt altijd een keer uit. Ja, exact. En als hij het wel heeft, dan moet hij zeggen hoe hij eraan komt. Dat moet hij doen, want hij is natuurlijk in de overheidsdienst. En we gaan het zien, Yves. Het is een uiterst explosief gerucht. Ja. Waarbij je bron vond ik best aardig, maar je weet ook, één getuige is geen getuige. Hmm. In zeker in het journalistieke land, als je niet voor de NRC werkt. Ja, de NRC die zeggen altijd volgens anonieme bronnen. Nee, oké, maar laten we dat even niet doen. Kijk, dit verhaal is te groot. We hebben echt, ik weet niet hoeveel keer we erover gesproken hebben, maar echt getwijfeld ook. En onze conclusie was gewoon, dit is te groot om het even weg te parkeren. We vinden het te belangrijk ook, want hij drukt op alle knoppen. Ik bedoel, laten we eerlijk zijn, alle adviezen van het RIVM zijn één op één overgenomen door de overheid. Ja. Allemaal. Ja. Voorgelezen. Ja. Rutte heeft voorgelezen wat hem werd opgedragen. Ja. Ja, ik vind gewoon dat hier een antwoord op moet komen. Ik ben het met je eens. Hij kan hier niet over liegen. Nee. Moet hij hier een antwoord op geven? Ik vind van wel. We beschuldigen niet. We beschuldigen niks, niet. 0,0. Laat dat gezegd zijn. Nee. Maar het is toch wel iets waar ik denk wel dat er nog wel wat meer onderzoek naar moet worden gedaan. Dus ik hoop dat hij zelf hier de duidelijkheid over geeft. Maar het Kamerlid, die wilde zijn handen er niet aan branden, hoor. Nee, maar dat vind ik raar. Branden. Nee, ik bedoel, dat vind ik niet raar. Waarom is het branden? Het is gewoon een vraag. Het is een interesse. Ja, ja. Ja, maar kijk, als er uit de Kamer wordt gevraagd en ook via de achterkamer. Het is niet 6 ton, hè? Het is 6 miljoen. Het is erg veel. Ja, dat is wel geld. Ja, ja. Als je dat privé hebt, dan heb je ergens wat verdiend. Heb je ook nog belasting betaald? Dat netto. Tenzij het vers geld is. Dan is er nog geen belasting betaald. Ja. Oké, okay. Zullen we zeggen, wordt vervolgd? Nou, deze wordt zeker vervolgd, Yves. Mag ik nog de groeten doen? Ja, ja zeker. Wie wil jij de groeten doen? Ik wil iemand de groeten doen. Kijk, ik heb een... Ik kreeg een berichtje gisteren van iemand, van een vrouw. Ja. Inge Broeks. Inge Broeks. Inge Broeks. Doet ook wat voor de PvdA, doet ze wat voor. En die, ik hoorde dat zij dat leuk vond, dat ze altijd naar onze podcast luistert.
Ja. En ik had het nummer, dus ik geef haar een WhatsAppje. Ik zeg, Inge, wat leuk dat jij naar onze podcast luistert. En ze zegt, ach Erik, ik wil dat niet missen. Ik ben het niet altijd met jullie eens. Maar het is alsof jij hier op de bank zit. Mm-hmm. Nou, dat was zo'n erotische opmerking. Want ze is een hele knappe vrouw. Breng je haar nu niet een beetje in de problemen? Is het een vrijgezelle vrouw? Ik weet niet of ze nu een vriend heeft, maar ik heb verder, ik doe geen toenadering. Maar we doen dus de groeten aan Inge Broeks, Waar woont ze? Wat doet ze? Nu woont ze in Amsterdam. Okay. Ze zat in de raad ergens in Midden-Nederland voor de PvdA. Okay. Ontzettend lieve vrouw, prachtige vrouw. En die doe ik even de groeten. Nou, leuk. Even tussendoor, ja. De groeten aan Inge Broeks. Dan... Ja, ons kabinetsplan. Hè. We hebben vorige keer Groningen besproken. Olympisch dorp. Ja. Ja. Wat mij betreft is het nu de beurt aan Friesland. Ja. Ik heb daar wel een idee over. Maar beginnen? Nou, ik zat te denken, wat vind ik Friesland? Ik zou het mooi vinden als wij Friesland gaan positioneren als de center of the world op het gebied van jachtenbouw. En alles wat daarbij hoort. We hebben het prachtige Giethoorn, Erik. Ben je wel eens geweest in Giethoorn? Zo mooi. Ja. Oh, mooi met al die slootjes. Is dat Friesland? Nou, Giethoorn. Ja. Dat is volgens mij geen Friesland. Oh jeetje. Zit ik nou fouten te maken? Je bedoelt Lemmer. Ik denk dat je Lemmer bedoelt. Nee, ik bedoel ook Lemmer, Giethoorn. Ja, maar Giethoorn is een soort Venetië. Wacht even. Ja, waar ligt dat? Is, dat is... Ja, ik denk dat het in Overijssel ligt of in Drenthe hier. Oh, nou ja. Oh, jeetje. Nee. Oh, God. Dat gaat mijn hele plan. Maar in ieder geval... Oké, dat zoeken we uit. Ja, dat is slecht, zeg dit. Oh. Dat maakt het uit, joh. Ja, we knippen het er zeker niet uit. Als ik denk aan Friesland, aan die jachtenbouwers... Ik moest namelijk denken aan Italië. Aan de grote jachtenbouwers in de omgeving van Bologna... Ferretti-groep moest ik denken. En wij hebben natuurlijk in Nederland hebben wij ook Talsma bijvoorbeeld. Bekende jachtenbouwer uit Vraneker. Als nou Friesland het centrum van de wereld wordt op het gebied van jachtenbouw, dan gaan we ook echt op inzetten. De makers, de sloepen, de grote jachten, alles wat ertussen zit. De elektronische jachten. Ik vind dat heel goed passen bij ons land. Dus dat we Friesland gaan we neerzetten als het centrum van de wereld op het gebied van botenbouw. Dat zou ik een mooi beleidspunt vinden. Dus die wou ik inbrengen. Dat is heel goed. Ik had een ander idee. Ja. Ik heb even net nagekeken. Giethoorn is Overijssel, Yves. Oh, God. Het is dat Arie Slob al de baan al even waard heeft gegeven. we worden steeds inventiever. Ja. We worden steeds inventiever. In de basis, ik heb over Friesland nagedacht, want dat heb je me doorgegeven. Ik hou van Friesland. Ik had vroeger een huis in Balk, vlakbij het Slotermeer. En Friesland, mijn kinderen, een beetje zeilen leren, vissen, lekker daar naartoe. Ja. Ik hou van Friesland, het doorheen rijden. Het heerlijk, ja, mooi. En als ik daar ben, dan zeg ik met de vraag in je hoofd, niets meer aan doen. Ja. Helemaal niets meer te doen. Ja? En ik zat vanochtend, ik denk, dat Fries, ik moet toch. Nou, we hebben met de TU, we hebben prachtige technieken, we hebben nu een beetje zonne-energie en windenergie en dingen. Wat wij moeten doen, wij moeten de Elfstedentocht in november, december, januari, februari, we moeten installaties op een of andere manier 200 kilometer lang, daar hebben ze ooit eens over nagedacht. Ooit over nagedacht. 200 kilometer lang. Dat water allemaal bevriezen. Dat is natuurlijk elektrotechnisch is dat een halve job. Ja? Maar die technieken die gaan verbeteren. Er moet een groep komen die dat gaat uitzoeken of dat kan. En dan hebben we 4 maanden per jaar voor de hele wereld. Die kunnen naar Nederland toe komen. Ja? En die kunnen de 200 kilometer Elfstedentocht schaatsen. Ja. Daar gaan er miljoenen mensen
In vier maanden. Dat is de beroemdste race, ijsrace ter wereld. Ja. Dat, als de Elfstedentocht start, dan is CNN die open daarmee. Kijk eens, weet je. Nou, en dus als je die slangen met dat vocht die doorheen lopen, installaties, zonne-energie, windenergie, allemaal langs dat hele parcours, dat moet je doen. Want dat kan je natuurlijk niet vanaf je normale centrales doen. En als je inventief dan een gedeelte van het water kan laten bevriezen, dat we elk jaar 3 of 4 maanden de Elfstedentocht kunnen doen, dan dat brengt miljarden. Ja, iedereen gaat komen. Kijk, nadat ik net van jou de onofficiële Manolev-award heb ontvangen, volledig terecht trouwens. Kijk, dit is natuurlijk een fenomenaal plan. Dit is too brilliant to be good. Maar ik weet niet of dit haalbaar is. Weet je, die Elfstedentocht, als je die als een soort attractie permanent naar Nederland kan halen. Ja, jeetje, kom op. Geweldig. Maar ik denk dat geweldig. Dat technisch niet kan. Dat denk ik. Maar dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Maar hij is mooi. Hij is mooi. Maar ik hou vast. Misschien moeten luisteren, maar beslissen. Kijk, als de temperatuur gemiddeld over 2 maanden, dat weten ze dan, niet boven de 5 of 6 graden komt, dan hoef je maar 10 graden te koelen. Ja. En misschien kan je 20 centimeter onder het wateroppervlak van die slangen allemaal doen. Ja. Dat er 10, 15 centimeter bevriest. Maar ja. Yves, daar komt. En deelnamekosten. Ja, ze kunnen ook eilanden in de zee bouwen. €500. Ja. Deelname kost €500. Ja? En je krijgt je onderscheiding bij het einde. Je gaat hem schaatsen. En dan kan iemand uit de hele wereld gaan ze komen. Ja. Ja? Weet je, 2000 mensen per dag. Ja? Dat is een ton per dag. Ja. Ja? Wat zeg ik? Dat is een miljoen per dag. Een miljoen per dag. Ik voel nu ook een Manolev woord jouw kant komen op komen. Er komen 2000 mensen per dag. Ja. 2 maanden lang. Ja. Nou, 60 miljoen. Ja. Nou, nee, dat is voor doen. Ja, nou ja, het zou kunnen. Ik bedoel, ik zei net, ze kunnen ook eilanden in de zee spuiten. Dus waarom zou dit eigenlijk niet kunnen? Nou, laat de luisteraar maar beslissen wat beter is. Friesland, ja. Dus als het botencentrum van de wereld. Of ja. We gaan voor die permanente Elfstedentocht. Nou, ik voel hem jouw kant op gaan, maar ik denk dat die niet haalbaar is. Erik, zullen we afsluiten met Nederland-Spanje? Heb je gekeken? Nee. Nee? Oh. Nee, ik had een vriend op bezoek. Ik had Jan Dijkgraaf op bezoek hier. Oh, kijk aan. Dus daar ben ik mee gaan eten, weet je, die kolonist. Ja. Ik heb het niet gezien. Oké. Okay. Dus jij moet me maar even informeren, Yves. Ik heb wel de backs gezien voor het EK van 2021. Owen Wijdal van AZ en Denzel Dumfries van PSV. Ja. Dat vind ik echt geweldige backs. Ik verwacht straks dat Van Dijk en De Ligt gewoon het centrum gaan vormen. De keeper wordt een gevecht. Een middenveld met Frenkie de Jong. Ik ben zelf erg gecharmeerd van Ryan Gravenberch. Dat zie ik toch als de nieuwe Wijnaldum. Ja, en Davy Klaassen op 10. Dat is. Ja, Wijnaldum dan? Niet. En dan een voorhoede met Stenks op rechts. Gewoon Depay in de spits. En ik wil Berghuis op links. Dus niet op rechts, maar op links. Dat is mijn elftal voor het EK. Dat vind ik een heel sterk elftal. Ja? Nou, mooi. Ja. Nou, ik kan me daar helemaal niet vinden. Helemaal niet vinden, ja. Nou, dat vind ik een goede opstelling. Ja, maar over een jaartje zijn die jongens ook wat verser allemaal. Ik hou altijd wel van jonge talenten. Ik vind dit een mooi team, dit. En die Frenkie bijvoorbeeld. Die Frenkie, die kan zo goed voetballen. In Barcelona, dit is tikkie breed. Je zag tegen Spanje dat hij heel af en toe weer die risicofactor opzoekt. Dan is hij fantastisch. Ja. Hij moet veel meer risico in zijn spel leggen. Dan moet hij wel beukers van verdedigers achter. Nou ja, ja, precies. En niet Hatenboer. Nee, geen Hatenboer. Oké, maar we hebben Dumfries. Oké, nou Erik. Jeetje, wat denk je? Ja, ik zal je vertellen. Ja, leuk dat je dat vraagt. 2 weken geen gezeik over corona. Het is niet normaal wat dat met de handel doet. Kijk, wij hebben natuurlijk 2022 is in mijn vak, zeg maar, onze evenementenafdeling is gewoon een annuleringsjaar. Dus dat moet ik gewoon accepteren. Dat kost me heel veel geld, maar ik heb het geaccepteerd. Ja, tell me about it. Maar goed, wij hebben dus echt geweldige plannen ontwikkeld voor 2021, 2022 en 2023.
ja, de afgelopen weken, Erik, het ene na het andere contract binnengehaald. Eerst gelijk weer een soort positivisme. Dat onderschatten mensen vaak. Hè? Dus de factor vertrouwen. Hoe belangrijk dat is in een economie. Dat je gewoon denkt van oké, we kunnen weer. Echt een onderschat fenomeen. Positief nieuws is belangrijk voor een economie. Zeker, zeker. Ik, ondertussen dat jij het zei, ik heb net even een mail gegeven aan mijn vermogensbeheerder. Om 6 miljoen weg te stallen bij je en naar jouw rekening over te maken. Ja, lekker. Dat ga ik investeren. Ja. we gaan ons gerucht niet downsize. Nee. Oké. Nee. Ga je nog wat doen? Vandaag hebben we het met deeltjes doen. Ik heb om 11 uur een gesprek met de bank, heb ik een conflict mee. Oh. Die hebben, want ik heb zo'n groot flatgebouw gebouwd, prachtig ding. En nu heb ik alle papieren gekregen. En nu wil ik aan de klanten gaan leveren, aan de kopers van appartementen. En ze hebben 3 weken nodig om de aflossingsbedragen uit te rekenen. Terwijl ze dat gewoon op promillage kunnen doen. Omdat ze hier heel erg met bureaucratie te maken hebben. Het is niet normaal, zelfs een bank. En ik heb tegen ze gezegd, 28 november is de eerste akte. Als jullie er niet zijn, stel ik jullie in gebreken. Hmm. En heb ik mijn advocaat laten schrijven. Ik heb dat op conflict gedaan, op een harde manier. Hmm. Omdat ik ze anders niet van een stoel af krijg. Dat gaat er vandaag gebeuren. Nou, en dan, maar doe wel rustig. Ja, doe rustig. Want natuurlijk. Ik ken je, dus hou je rustig, zou ik zeggen. Ja, maar ik heb 3 jaar lang zo hard gewerkt eraan. Dan laat ik me niet doen een stelletje technocraten. Dat gaat ook niet gebeuren. Maar wel rustig. Nee, dan. Niet met stoelen schouwen, zoals je toen bij de Belastingdienst hebt gedaan. Nee, maar goed, rustig. We zijn ook een dagje ouder, hè, Yves. Ja, zo is het. Oké. Ik hoor het volgende week wel hoe het is afgelopen. Ja? Ja, misschien pak ik de telefoon wel niet op. Oké. Ja, nee. Ja, nee. Is goed. Fijne dag. Fijne weekend. Tot volgende week. Bye. Ja, lieve luisteraar, er is weer hoop. Het vaccin schijnt eraan te komen. Dus ja, mijn motto in het leven is altijd, als de bodem in zicht is, dan is de champagne weer in aantocht. Blijf vooral geloven in de kansen die er zijn. Zeker na een crisis, zeker na ellende. Daarom ook dit bijzondere fragment uit The Pursuit of Happiness van Will Smith. Don't ever let somebody tell you, you can't do something. Not even me. All right? Alright. You got a dream, you gotta protect it. People can't do something themselves, they want to tell you you can't do it. You want something, go get it. Period.